Dit is echt een van onze grote publiekstrekkers. Het wordt een prachtig gebouw, van binnen en van buiten, kan ik u verzekeren. Dit is, ik wil niet overdrijven, toch wel echt iets bijzonders. In het kader van de milieuvriendelijkheid wordt alles netjes uit elkaar gesorteerd. Elk onderdeeltje wordt eruit gepakt. Wat nog weer hergebruikt kan worden, wordt weer hergebruikt. Van tevoren gaan ze natuurlijk er doorheen. De waardevolle materialen halen ze eruit. Ja, er wordt ook veel alweer verkocht. Het oude restaurant was echt op te klein. Dus we hebben besloten van laten we het in één keer goed doen. Groot gebouw neerzetten met veel meer capaciteit. En dan ook echt helemaal overnieuw beginnen. Om te beginnen, van harte welkom allemaal. En wat gaan we doen? We gaan symbolisch de eerste strook leggen voor de fundering. Dat gaan we zo meteen vragen aan de gedeputeerde en de burgemeester. Als je kijkt naar dit nieuwe gebouw, de Zwarte Hond, wat er nu gaat komen. Er zal eigen tijd zijn qua gebruik door jongeren, door ouderen, de mogelijkheden, interactief. Maar het park blijft wel het park zoals het altijd was. En dat vind ik wel mooi, dat contrast. Ik verwacht eigenlijk dat het park heel belangrijk voor Nederland blijft. En daarmee voor Gelderland. Gewoon omdat we het allemaal willen zien en die rust ook willen kunnen ervaren. We hebben een stuk voort even een toast op twee bestuurders die heel goed kunnen metselen. Ja. Proost, op het landhuis.